Zeven dagen per week. Ik wilde zeggen 24 uur per dag, maar dat is iets te gortig. Maar wel heel veel uur per dag zorgen wij ervoor dat we cultuur in actie onder de aandacht brengen. Cultuurinactie.nl, dat is de website. Ik zit even naar de mensen te kijken die virtueel al actie voeren in deze entertainmentindustrie en de cultuurindustrie. 225.822. Aangeschoven Milou Frenken, entertainer, cabaretière. Je bent columniste, je schrijft voor De Zin, je hebt voor de Esta heb je geschreven. Haarlems Dagblad, geloof ik. Ook nog. Dat doe je ook nog. Met het mes op tafel, daar kennen we je van. Maar je bent ook entertainer. Ja. Dat zit in jou. Dat doe je in het theater. Jij wordt ook hard getroffen door deze hele coronacrisis, denk ik. Ja, ik word enorm teruggeworpen op mezelf. Ja. Afschuwelijk. Hoe erg is dat? Hoe verschrikkelijk, wat voor vreselijke dingen ben je tegengekomen? Nou, in het begin zag ik het nog wel vrolijk in. Mm-hmm. Ik denk dat een heleboel mensen dat hadden. Dat we ook wel dachten, even een lager tempo. Ja. Even rustig aan. Even thuis op zaterdag. Dat vond ik geweldig. Ik weet niet wat bij elkaar gebreid. Daar is het inmiddels te warm voor. Maar dat vond ik allemaal reuze gezellig om te doen. Maar nu de laatste paar weken merk ik dat ik steeds meer in een soort van drassig, ongewis gebied terechtkom. En daar word ik treurig van. Van een alles drassig, ongewis gebied? Hoe gaat het nou toch verder? Ja. Ik was aan het toeren samen met Dorine Wiersma, collega cabaretière. We hadden ons programma Waagstukken na best een moeizaam begin hadden we echt helemaal goed sterk op de rails. Ja. Dus we waren eigenlijk op ons best en ineens was het voorbij. Mm-hmm. En dan weet je heel lang ook niet, gaan we dat nou in het najaar gewoon door kunnen laten gaan? Ik denk dat dit soort dingen allemaal al wel 100 keer gezegd zijn, maar ik zeg het gewoon nog een keer. Ja, natuurlijk. Maar natuurlijk gaan impresariaten en theaters met elkaar proberen om voorstellingen te verzetten. Maar er komen natuurlijk ook nieuwe voorstellingen bij. Plus dat mijn angst al vanaf het begin is geweest, als al die heerlijke theaters en theatertjes waar wij spelen maar niet omvallen. En dat is gewoon al aan het gebeuren. Ja. Dus nou, vandaar het ongewisse en het dras. De voorstelling die jij maakt, zou dat geschikt zijn voor 100 man? Of voor 30 man? Ja, of zou dat juist uitermate geschikt zijn voor een kleinere groep? Het is uitermate geschikt voor kleine theaters. Zeker. En in het begin toen ik dat hoorde, van er mag weer opgetreden worden voor 30 mensen in een zaal, dacht ik, dat zijn we wel gewend. Ja. What the fuck. Ja. Maar goed, hè, als er in zo'n zaal eigenlijk 400 in kunnen, dan mm-hmm. speelt dat wel heel rottig, hoor. Ja. Dat is, maar definieert die drassigheid zich dan ook in het feit dat je het vervelend vindt voor al die mensen die daarmee bij omvallen? Ik weet niet of dat goed Nederlands is, maar die ook omvallen. De kleine theaters die tuurlijk. Omvallen. Ja, tuurlijk. Je voelt echt zo'n domino-effect gaande zijn. Mm-hmm. En vanmorgen las ik ook weer op Facebook een bericht van een ontzettend goede zangeres uit Haarlem. Nieke Jacobs heet ze. Die vanaf vandaag in de bijstand terechtgekomen is. Omdat ze het gewoon niet trekt. Nee. Nou, dat vind ik allemaal verschrikkelijke dingen. Een andere Haarlemse collega met een Afro-Braziliaanse drumgroep kan niet meer in zijn repetitieruimte omdat er te veel mensen in een kleine ruimte dan zouden moeten. Dat, ja. Het lazert om. Ja. En deze, we zijn aan het vallen. De entertainmentindustrie, de cultuurindustrie, die krijgt natuurlijk keiharde klappen. Ja. Ik heb het al eerder verteld, ons kabinet die heeft gezegd, er wordt zo'n 300 miljoen voor uitgetrokken. Dat is toch veel geld? Ja, dat is heel veel geld. Maar als je dat verdeelt over alles wat overeind moet blijven staan, dan blijft er niet zoveel over. Plus dat die 300 miljoen nogal veel gaat naar de dingen die toch al worden gesubsidieerd. Mm-hmm. Weet je, ik zit hier met een blad voor mijn neus. Ja. En ik vond namelijk, ik dacht vandaag, dat kan ik wel voorlezen. Dat is wel een fijne tekst voor vandaag. Het is een lied van mezelf. Maar ik doe het even als versje. Is dat goed? Ja, natuurlijk. Oké. Doe wat je wil. Ik heb er een bril bij opgezet. Goed. Er werken mensen in de kunst. Echte mensen in de kunst. Ik dacht altijd, het zijn een stel genieën. Daar valt niet mee te praten met die types, zoveel brieën.
Bovendien liggen ze altijd maar in bed tot ver na drieën. Maar je kan je dus vergissen, want dat zie je. Er werken echte mensen in de kunst. Er werken mensen in de kunst. Echte mensen in de kunst. Ik dacht altijd, dat zijn toch wilde beesten? Met aan elke teen 6 vrouwen en de hele nacht maar feesten in zo'n stoffig atelier met gelijkgestemde geesten. Van wie drinkt er en wie rookt er hier het meeste? Ik dacht, zo zijn die mensen in de kunst. Want zo staan die luid te boek. Van, ah, wat zijn we goed en alle remmen zoek. En die Warhol en Picasso en Van Gogh en Herman Brood. En nog zo'n rijtje namen, maar die zijn nog langer dood. Maar er werken mensen in de kunst. Echt wel een paar mensen in de kunst. Ik dacht altijd, dat zijn toch parasieten? Verdienen vaak niet eens genoeg voor het voer van hun parkieten. Met ook nog vaak een pesthumeur, dus echt niet te genieten. En altijd maar dat ze hun vrouw verlieten. Ik dacht, zo zijn die mensen in de kunst. Maar er werken mensen in de kunst. Echt normale mensen in de kunst. Ja, het zijn dus eigenlijk best gewone gasten. En die zien iets in hun hoofd. En dat gaan ze dan met kwasten op een doek verbeelden. Uit een losse hand of uit een vaste. Ik weet niet of het jullie ook verraste. Maar er werken echte mensen in de kunst. Echt, nou heel veel mensen in de kunst. Hoi. Dank. Dank. Nou ja. Ik neem aan dat je dit gaat sturen naar Mark Rutte rechtstreeks, of niet? Ja, ik zal om het even doen. Te laten weten dat er echt mensen in de kunst werken ook. Ja. Ja. Maar weet je wat ik nou ook steeds, waar ik eigenlijk het meeste heil in zie? In dat er iemand komt die goed kan organiseren. Als ik zelf goed zou organiseren, zou ik het zelf doen. Maar die nou eens een goed plan maakt met mecenassen. Want er zijn een heleboel rijke mensen en een heleboel rijke bedrijven. Nou, daar moet toch wel wat geld vandaan te halen zijn. En dat er dan iemand zit en die dat mooi over al het ongesubsidieerde verdeelt. En wie krijgt wat dan? Daar wou ik maar niet over gaan. Dat zal dan ook een aantal mensen. Nee, maar ik vind bepalen. Het zo'n frustrerend idee van dat je weet van ja, maar er is gewoon geld. Er zit aan een kant veel te veel geld. En er is nu een hele grote groep in de cultuur met geen geld. Kom op, jongens, regel het even. Maakt het je boos? Ja, ja. Ja, het begint me. Eerst was ik een beetje zeikerig en verdrietig. Maar inmiddels begint er iets boos te worden. En komt er uit die boosheid een soort kracht om nieuwe initiatieven te bedenken? Nieuwe wegen te bewandelen? Ja, weet je wat ik zo erg vind? Dat steeds als ik dan denk. Ik ben wel met allerlei liedjes bezig, nieuwe dingen. Mm-hmm. En dan begint het zo'n beetje te kriebelen van, oh, dat zou ik daar en daar wel uitproberen. Oh, maar dat kan nog niet. Dat is nog dicht. Of dat er bij een heleboel wat nou nog bij me opkomt, dat ik erachteraan denk, oh nee, maar dat kan niet meer. Maar denk jij dat het nooit meer kan? Dan? Ja, jawel. Maar het voelt of denk zo. Denk je dat het nog heel lang gaat duren? Ja, of dat ik ben je eigenlijk weet gewoon niet waar je naartoe gaat. Nee. Je weet niet hoe de horizon eruit ziet. Nee, het voelt zo ontzettend terug naar af. Het voelt zo, als ik voor mezelf spreek, helemaal terug naar met een piano in een café voor 3 mensen. Mm-hmm. Dat kan ontzettend leuk zijn. Ja. Het kan ontzettend gaaf zijn. Maar spreek even over ik en mijn collega Doreen waren net op een punt dat je denkt, nou laat maar komen, laat iedereen maar kijken. Ja. Dit hebben we, deze nummers. Kom op, die willen we delen. Je wil zo graag wat je maakt, hè, want ik ben een liedjesmaker, dan wil je dat laten horen en delen. Ja. Je wil het laten zien. Kan het ook wel mooi opnemen, dat ga ik ook doen, maar je wil toch het communiceren in een zaal. Ja. Ja. Verdorie. Ja. Wanneer denk je dat het weer gaat gebeuren? Nou, ik weet dat ik in september weer opga. Maar ik denk maar steeds, ja, het zal wel. Ik weet het nog niet. Ik moet het nog zien. Vandaag beginnen er alweer collega's, hè? Dat vind ik wel heel hoopvol. Ja. Vandaag begint Kiki Schippers bijvoorbeeld in Klein Bellevue. Ik ga zelf zaterdag voor het eerst weer naar een voorstelling in de Toneelschuur. Van Steef de Jong. Dus het begint, maar ik ben zo benieuwd hoe het voelt. Gaat dan niet snel genoeg?
ja, dat vind ik ook zo lullig. Want je weet ook wel, ja, wat... Nee, ja. Het gaat niet snel genoeg. Nee. Maar nee. Ik hoop zo dat het weer zo... Ons geduld wordt en... veel op de proef gesteld, heb ik het idee. Ja, zeer. En heel heftig op de proef gesteld ook. Ja. Ik hoop dat je snel weer in het theater te zien bent. Je gaat ook tekenen, want je wil natuurlijk... Maar voor hoeveel mensen ga je tekenen? Nou, in ieder geval voor Dorien Wiersma, mezelf en onze technicus. Mm-hmm. Ook voor Ronald Smits, die daar klaar staat. Daar heb ik een andere voorstelling mee. Ja. Samen met Gerry Hondius trouwens ook even noemen. Mm-hmm. Ja, dus dat zijn er dan in totaal. Hè? En dan hebben we nog een impresariaat natuurlijk erbij. Weet je wat, we ronden het af op 15 mensen. Oké. Okay. Ook mensen die in de kunst werken. Echte mensen. Echte mensen. Echte goede mensen, ja, in de kunst. Ja. Je kunt nog even niet in het theater. We hebben hier wel een piano staan. We hebben ook, Ronald is met jou meegegaan. Mm-hmm. Je wil ook een nummer zingen hier. Ja. Wij willen heel graag dat je dat doet ook. Fijn. Ja, dankjewel. Okay. Zal ik eerst tekenen? Ga eerst tekenen. Als je dat wil doen, afgerond 15 mensen, tellen wij het bij de aantal mensen op die virtueel demonstreren. Kun je erbij? Of is er nog een plekje over? Oh, daar aan die kant. Daar kan ook, denk ik. Dankjewel, Milou. Jij loopt nu al zo lang naast me, jij gaat al zo lang niet weg. Je verwondert, je verbaast me, alles wat ik doe of zeg. Dat ontvang jij met je handen open, knijp me net niet fijn. Al mijn zorgen, al mijn angsten, mijn geluk, mijn chagrijn. Alles lijkt je te verdragen. Ik mag alles bij je zijn. Al mijn goede en mijn slechte dagen. Kun jij me dragen? Kun jij me dragen? Kun jij me dragen? Kun jij me dragen? Overal doorheen. Kun jij me dragen? Kun jij me dragen? Kun jij me dragen? Dan hoef ik niet alleen. Jij ligt nu al zo lang naast me, aait me zacht over mijn hoofd. Je geeft en bent mijn kussen, je maakt waar wat je belooft. Schenk me thee, je kookt een eitje, brengt me zoet en brengt me zout. Elke morgen is van zilver, elke middag is van goud. Jij geeft die glitter aan mijn dagen. Je bent me zo vertrouwd. Maar ik wil je niet verjagen. Kun jij me dragen? Kun jij me dragen? Kun jij me dragen? Kun jij me dragen? Overal doorheen. Kun jij me dragen? Kun jij me dragen? Kun jij me dragen? Dan hoef ik niet alleen. Als mijn lichaam me laat zitten en mijn hersens slaan op hol. Als de woede en de onmacht strijden om de grootste rol. Denk je dat je dan kunt komen om je armen warm en zacht om mij heen te slaan en mij te helpen door de donkere nacht? Zal ik het dan aan je vragen als ik niet meer op eigen kracht? Hoeveel kan ik van je vragen? Kun jij me dragen? Kun jij me dragen? Kun jij me dragen? Overal doorheen. Kun jij me dragen? Kun jij me dragen?
jij me dragen? Kun jij me dragen? Dan hoef ik niet alleen. Kan naast de vreugde ook de pijn voortaan van ons samen zijn. Ik zal je dragen.